En dan gaan we naar onze gasten voor vandaag. Brigitte Wong-Tam-Zung heb ik vandaag bij me. En ook nog Winston Wilson. Goedemorgen, welkom in deze maand in Taki. Dank u. Jullie zijn verantwoordelijk voor de Nationale Compliance Conferentie, welke er zal worden gehouden. En eigenlijk hebben jullie ook een organisatie opgericht. En de naam van de organisatie zal ik dus de mensen ook voorhouden. Want het gaat om, als ik even mag spieken, het is me toegestaan. Tuurlijk. TAPTU. TAPTU Group. TAPTU Group. Ja. Hoe lang zijn jullie er al en eigenlijk wat willen jullie bewerkstelligen in Suriname? TAPTU Group bestaat sinds 2010. Mm-hmm. Dus dit jaar eigenlijk, vorige maand bestonden wij 10 jaar. Ja. De bedoeling is, we organiseren de Nationale Compliance Conferentie van 4 tot 6 november. Mm-hmm. En eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat we de afgelopen 2 jaar juist begonnen zijn om compliance diensten te verlenen in Suriname. Ja. Het waarom zal mijn collega heel duidelijk kunnen aangeven. Ja. Ja. Maar dit is wie wij zijn als TAPTU Group. Oké. Okay. Ja. Winston, geef dat even aan ons aan. Wanneer we praten over compliance, kunt u uitleggen waar we het eigenlijk over hebben? Compliance is niet iets wat je heel makkelijk kan vastleggen in een hokje. Mm-hmm. Het heeft ook alleen te maken met procedures en wet en regelgeving. Maar het heeft ook vooral te maken met een bepaalde cultuurverandering. We hebben het dan over integriteit en professionaliteit. Als je praat over compliance, dan praten we over het tegengaan van corruptie. Het tegengaan van omkoping. Het tegengaan van witwassen. Dat er drugsgelden worden gebruikt en dat die terechtkomen in het financiële systeem. Dus dat je instituten, je financiële systemen, je banken, je verzekeringsmaatschappijen, je notarissen, je makelaarskantoren, dat die, je autohandelaren, we hadden het net over taxis, ja. Dat die allemaal aan bepaalde wet en regelgeving moeten voldoen, zodat je weet dat ze op een verantwoorde en compliant manier zaken doen en niet soms zonder het te weten de zwarte markt faciliteren en corruptie faciliteren, zeg maar. Menigeen gaat zeggen van, nou, we hebben in Suriname al een grondwet en we hebben zoveel wetboeken van strafrecht, noem maar op. Dus eigenlijk is dat nog nodig om toch wel dat van compliance ook erbij te nemen. Ja, er zijn heel veel discussies de laatste maanden en zeker mijn collega zegt al 2 jaar hierover geweest. Compliance is niet iets Surinaams. Het is iets wat in de wereld gaande is nu. Daarom praat men ook over een nationale risicoanalyse. Het hele land wordt onder een vergrootglas gelegd. Met alle bedrijven, alle politici en alle mensen die erin wonen. Van doe je op een verantwoorde manier zaken. Want wil je zaken doen als Suriname met het buitenland, dan wil je ook zeker weten dat je op een verantwoorde manier zaken kan doen. En dat ze vanuit het buitenland niet in de problemen komen omdat er drugstransacties tussen zitten of andere soorten frauduleuze handelingen. Dat wil men tegengaan. Als we teruggaan naar het begin van de hele situatie, is de Financial Action Task Force in 1989 opgericht in Parijs door de G7, de 7 grote landen. En we zien dat daarna in 1992 is in de regio, de zusterorganisatie, de Caribbean Financial Action Task Force opgericht. En daar is Suriname in 1998, dacht ik, lid van geworden. Mm-hmm. Maar zoals je zegt, we hebben heel veel wetten, er zijn heel veel regels. Ja. Maar zij doen dat ding. Ja, toch? Je moet ze toepassen. Om terug te gaan bij dat van National Action Task Force, we zijn nog ermee bezig. Precies. En als je kijkt nu ondanks op, in 1992 haalt u aan. Ja. Dus als we moeten tellen, dan hebben we niet genoeg stappen voorwaarts. Nee, nee. Suriname is in 1998 lid geworden. Maar in 2001 hebben we een grote, is 9-1-1 geweest in de wereld. Ja. Iedereen is bekend met 9-1-1. Ja. Die terreuraanslagen waarbij de Twin Towers zijn verdwenen. Vanaf dat moment is het in een stroomversnelling gekomen in de wereld. En we zien dat 9-1-1 was in 2001. En in 2002 heeft Suriname zijn wetgevingen verscherpt. Dat is de wet op melding ongebruikelijke transacties. Ja. En de wet identificatieplicht voor dienstverleners. Maar na 2002 is het weer stilgevallen. En we zien nu dat we inmiddels te maken met de 4e evaluatie van Suriname. Ja. Maar het is wel de laatste evaluatie.
is deze evaluatie niet goed, dan wordt Suriname geblacklist. Mm-hmm. En worden we geblacklist, dan heeft iedereen in het land een probleem. Dus we krijgen een Nationale Compliance Conferentie 2020. We krijgen dus, ik kijk naar dag 1. Ja. En dan ga ik dan terug naar Brigitte. Er is een opening speech van de minister van Justitie en Politie. En daar wordt er gesproken over bestrijden van witwassen van geld. Is niet langer een taak van wetgevers, beleidsmakers of financiële instellingen, maar van ons allen. Ja. Dat is al een krachtige boodschap. Zeker. Net zoals Winston aangaf. Het zijn geen nieuwe wetten, om het zo te zeggen. Vanaf 2002 zijn deze wetten afgekondigd in Suriname. De melding ongebruikelijke transacties en de wet identificatie dienstverleners. Waar het aan schort eigenlijk is dat het niet geïmplementeerd is bij de verschillende bedrijven, de verschillende instanties, publiek, privaat. Waardoor we nu tegenaan lopen dat we eigenlijk een inhaalslag aan het maken zijn in Suriname. Winston zei het al. Ja. Uiteindelijk, wanneer dit rapport naar buiten komt, het moet ongeveer deze tijd naar buiten komen, wordt aangegeven hoe Suriname ervoor staat op dit gebied. Ja. Daarna zal in het eerste kwartaal van 2021 zal de Buitenlandse Waakhond, de Caribbean Financial Action Task Force, die zal naar Suriname komen. Mm-hmm. En die zal aangeven van hoe wij als Suriname voor staan. Ja. Begrijpt u? Maar het zal niet alleen de regering treffen, het zal niet alleen de grote bedrijven in Suriname treffen, het zal niet alleen de makelaars of de autohandelaren treffen, maar op het moment dat we geblacklist worden, is het echt de Surinaamse burger. Iedereen die hier woont in het land zal het voelen. Ja. Dus vandaar dat ook de boodschap is van de minister, het is een gezamenlijke effort welke we samen moeten brengen. We hebben nog, het gaat om een 3-daagse conferentie, het zal virtueel gebeuren. We merken ook dat de Amerikaanse ambassadeur ook een inleiding zal houden. Ik wil even een correctie daaraan geven. Ja, mag je doen. We hebben een start, dat is de kick-off van de conferentie. Die zal fysiek plaatsvinden in een besloten groep. Ja. Omdat maar een beperkt aantal mensen bij elkaar mogen komen vanwege de COVID-situatie. Jullie houden ook rekening met de vierkante meter? Ja, we houden ook rekening met we moeten rekening houden met de vierkante meter. Dus dat is heel erg belangrijk. De eerste dag zal een fysieke bijeenkomst zijn. En ook de laatste dag waar we een nationaal compliance debat organiseren. Ja. Op beide events zijn er zeker voor het land bekende sprekers. Zoals u aangaf, de minister. Maar daarnaast ook de voorzitter van de projectmanagement team. Die de National Risk Assessment heeft voorgezeten. Ja. Dat is mevrouw Van Dijk Silos. Zij zal ook aangeven wat de status is. Met betrekking tot dit rapport. We zien ook klinkende namen. Zo zie ik de naam van de heer Jimmy Boussait ook hier. Ja. Winston Ramotar Singh. Klopt. Verder ook nog die van de advocaat-generaal Carmen Rassam. Ja, dat zijn allemaal... ik moet eerlijk zeggen dat op het moment dat wij dit organiseerden, wij zoiets hadden gezegd van ja, het is nodig in Suriname. In andere landen waar de compliance-wet en regelgeving reeds ontwikkeld is en ook verder een onderdeel is van de samenleving, zie je dat er verschillende conferenties op dit gebied gehouden worden om de mensen te informeren waar het eigenlijk om gaat. Het is gewoon een onderdeel van het land, om het zo te zeggen. Compliance, wet en regelgeving, hebben we die nog niet? Er zijn diverse wetten en regels aangenomen in de laatste tijd. En zoals aangegeven is, de Financial Action Task Force die heeft een evaluatie gemaakt. In die evaluatie hebben ze ongeveer 40 aanbevelingen gedaan, zaken die Suriname in place moet hebben. En dat zijn vooral die 40 zaken die in place gebracht moeten worden. We zagen laatst bijvoorbeeld dat ook iemand is benoemd voor de gaming board bijvoorbeeld. Ja. De gamingwereld, de casino's. Die zijn ook allemaal onderhevig aan de nationale risicoanalyse. En wat Brigitte aangaf, hebben we genoeg wet en regelgeving. Er komen meer aan. Maar de spannende fase waar we nu in gaan, is dat we straks vanaf volgend jaar als Suriname niet meer zelf aan het stuur staan. Mm-hmm. Maar dan komt de buitenlandse financiële waakhond controleren of alles wel in place is. En dat gaan ze ook steekproefgewijs doen. En daarom hebben wij gedacht, het is ons ook gevraagd van... Kunnen jullie bijdragen aan meer awareness tot stand brengen in Suriname? Onder de burgers, onder de bedrijven, onder de overheid.
omdat dit een indringende zaak is die een impact, grote impact heeft. Ja. Op, hoe belangrijk is samenwerking in dit verband? TAPTO betekent two are better than one. Mm-hmm. Dat betekent TAPTO, groep die gelooft in samenwerking, in synergie. Ja. Ik geloof dat samenwerking in deze situatie van uitermate belang is, dus van cruciaal belang is, om dit succesvol te laten slagen. Niet alleen nationaal, maar ook met de internationale partijen ga je... Dus alles wat je doet, monitoren, moet je rekenen dat je dit maar door je kon doen, de instituten dat ook toe in de koers ernaar. En dan de maar weer ook toe in de koers ernaar. En vooral als je om drugamonie noemt, in een sfeer. En een aanvulling. Het, ja. Het heeft te maken inderdaad met witwassen, drugs aangeleerd. Maar vaak denkt men aan money laundering gelijk aan witwassen. Ja. Belastingontduiking is ook witwassen. Ja. Dus het is niet alleen monitoring, maar zij doen voertoring naar de grond ook toe. Maar zij doen krokatoring naar de waggie ook toe. Ja. Je moet het kunnen verklaren. Een belangrijk onderdeel in de wetgeving is de PEP, de politiek prominente persoon. Je mag, voor de PEP is de wetgeving heel erg aangescherpt. Je mag niet zomaar een rekening openen voor een PEP. De grootste baas van de organisatie moet accorderen en meetekenen. Ja. Vier ogen principe. Dus zo zijn de procedures verscherpt om toegang tot het bepaalde systemen. Moeilijker te maken en dus crimineel gedrag uit te sluiten. Een vraag. Zal deze conferentie ook te volgen zijn voor het publiek? Ja, deze conferentie, zoals ik het reeds zei, de eerste dag, waarbij u verschillende sprekers reeds noemde, van de minister van Justitie en Politie, mevrouw Van Dijk Silos, niet mevrouw Karen Williams, maar de heer Michael Kees van de Amerikaanse ambassade, mijn collega Winston Wilson, die zullen allemaal inleiders zijn op de eerste dag. En dat wordt live uitgezonden door het CDS. Okay. En ook de laatste dag waarbij we een nationaal compliance debat organiseren, waarbij de verschillende spelers in het veld die in de eerste instantie hiermee te maken hebben, betekent de top van de bankiers, gaat om de heer Franchi, gaat om de heer Suraj Pandey en de heer McLeod. Die zullen in debat gaan met het bedrijfsleven. Het gaat om de heer Tersault, gaat om de heer Van Charante en de heer Ramo Tarsing, die de ondernemers zal vertegenwoordigen. Tezamen met de toezichthouders. Ja. De heer Mauro Tuur, u gaf het er iets aan, of mijn collega van de Gaming Board. Mevrouw Japsi van het FIU, ook een toezichthouder. En we trachten om er nog één toezichthouder bij te hebben. Het moet een levendige discussie worden aangaande de diverse onderwerpen, zoals chiralisering. Wat heel erg actueel is in Suriname. Van hoe staat het eigenlijk met cashgeld? Hoe staat het met geldovermakingen? Hoe staat het met de toegang tot banken? Dat zullen allemaal topics zijn waarover gedebatteerd gaat worden. Ook dit wordt live uitgezonden. Ja. We vinden het dusdanig belangrijk voor Suriname, voor elke Surinamer, om mee te krijgen van wat houdt dat nou eigenlijk in? Waarom al deze maatregelen in deze tijd? Ja, TAPTO-groep is ermee bezig. De heer Wilson nog een aanvulling. Ja, een kleine aanvulling in deze. U had het over samenwerking, die heel belangrijk is. Vanaf het begin dat we contact hebben gelegd met het kabinet van de president, aangaande de communicatiedienst, om het te kunnen uitzenden zodat het brede publiek kan volgen, hebben we vanaf dag 1 de volle medewerking gehad. Dus dat is wel heel positief ervaren. Ja. Dat is blij om goed om vandaag aan te horen. Er is nog een speciaal moment dat er zal komen. En dat heeft te maken met de lancering van Suriname Compliance Professionals Association. Klopt. Ja, hoe zit dat in elkaar? Dat is eigenlijk een vereniging waar compliance professionals, diegenen in organisaties die met compliance te maken hebben, dus waar moeten hun eigen bedrijven aan voldoen. Die helpen dat in de verschillende bedrijven. Zoals ik het reeds zei, ook in Suriname hebben we nog geen vereniging. Dus vandaar dat we ook de Compliance Associatie hebben opgericht. Dit zal ook gelaunched worden. De bedoeling is, we zeggen van, op compliance kan je niet concurreren. Je kan wel van elkaar leren. Ja. En we trachten middels deze vereniging diverse professionals bij elkaar te brengen, zodat ze met elkaar kunnen sparren, kunnen klankborden. Ja. En ook dit is heel erg belangrijk.
Ik wilde nog één opmerking maken. Zowel de conferentie als deze compliance associatie, die zijn heel positieve stappen voor Suriname. Ook de buitenlandse waakhond ziet, het buitenland ziet dat wij ook in de samenleving verder zijn gegaan met de compliance vraagstukken. Dus voor Suriname is dit heel erg belangrijk. Ja, voor kleine bedrijven, dat is dan een laatste vraag nog. Ja. Die weten van nou, wij moeten onze administratie goed op orde hebben. Want van tijd tot tijd komt er ook nog iemand om te checken. En dan weten we dus dat we onze belastingverplichting moeten voldoen, noem maar op. Is dat nog voldoende in deze tijd voor een bedrijf? Als we praten over compliance, dat ook erbij komt kijken. Het gaat veel meer dan belastingaangifte en de administratie. Het is een hele cultuurverandering. Als je kijkt naar de wet en regelgeving en ook naar de trajecten die TAPTO de afgelopen 2 jaar heeft gedaan. We hebben inmiddels meer dan 10 bedrijven compliance support geboden. Omdat ze de slag wilden maken van niet helemaal compliant naar compliant. En niet helemaal compliant volgens de nieuwe regelgeving. Hè. Dus ze wilden future-proof zijn. En in de wetgeving zijn specifieke beroepsgroepen aangemerkt nu als hoogrisicogroepen. Dat zijn de banken, de verzekeraars, de pensioenfondsen, maar ook wat we het over hadden, de makelaars, de notarissen, de advocaten, de accountants, de autohandelaren. Die zijn allemaal wereldwijd, niet alleen in Suriname, aangemerkt als een hoog risicogroep waar er de kans bestaat dat er veel wordt witgewassen. Dus die groepen gaan extra onderzocht worden. En die groepen moeten echt aan bepaalde, niet alleen wet en regelgeving, administratie voldoen, maar ook procedures, maar een bepaalde manier van integer en professioneel werken in de organisatie. Waarbij het niet alleen meer iets is van de directie, men is verplicht om het voltallig personeel te trainen, te begeleiden, zodat ook zij begrijpen wat er veranderd is in de nieuwe realiteit. Goed. Dan hebben we dus dat vandaag dan begrepen. We bedanken de gasten die het allemaal heel goed hebben uitgelegd. En ik weet dus dat je het allemaal ook zal volgen. Want het zal dus ook live worden uitgezonden op de televisie. En Communicatiedienst Suriname die heeft het op zich genomen om dat dus live te presenteren. Het begint allemaal op woensdag 4 november. En het duurt dus tot en met vrijdag 6 november. En dan hebben we dus de Nationale Compliance Conferentie. En we zijn er blij om dat TAPTO dit allemaal dus organiseert. En dat we dan stappen voorwaarts kunnen maken om toch ervoor te zorgen dat witwassen en alles dat niet erbij hoort, dat dat dus buiten Suriname wordt gehouden. En dat onze bedrijven, onze instanties dan voldoen aan wet en regelgeving en ook compliance daarop zich ook hebben toegelegd. Ik bedank jullie beiden. Het was een mondvol. Maar heel veel succes ermee. En we kijken er dus naar uit. En dat is dus de volgende week, wanneer we het hebben over de Nationale Compliance Conferentie.